Mainly just on the head. Don't ever say, yeah, yeah. Playing my bass CD. Drivers if a customer is willing to pay. Dit is het beeld dat u krijgt als u in Utrecht CNN wilt kijken met analoge televisie van Ziggo. Het kabelbedrijf heeft er namelijk voor gekozen om per 29 april de Amerikaanse nieuwszender uit het analoge zenderaanbod te halen. Ja, dat is een heel vervelende keuze, want uit onze onderzoeken blijkt ook dat CNN goed bekeken wordt en vooral ook goed gewaardeerd wordt. Dit keer met CNN heeft te maken met de contracten die net toevallig afgelopen waren. Daardoor konden wij dit op deze manier zo invullen. Maar dat betekent nog niet dat u als analoge televisiekijker nooit meer CNN kan zien. De Utrechtse programmaraad kan Ziggo namelijk verplichten om de zender toch in het analoge pakket op te nemen. Dat deed de raad al eerder met het Franse TV5 en TVE uit Spanje. Mogelijk gebeurt hetzelfde met CNN. En de reacties die we nu over CNN gekregen hebben, zijn voor ons wel aanleiding om bij het volgende televisieadvies ook serieus mee te wegen of je misschien CNN moet opnemen in plaats van een van de andere 8 zenders. Maar hoe komt het nou dat er steeds zenders worden geschrapt uit het analoge pakket? Het hele probleem waar we het nu over hebben met CNN versus TVE is het feit dat Ziggo vorig jaar besloten heeft om het analoge televisiepakket te verkleinen van 34 naar 30 zenders. Wij hebben vanaf vorig jaar 30 zenders in het analoge pakket. Dat betekent dat er al iets minder zijn dan het jaar daarvoor. En de ontwikkelingen in de televisiewereld geven aan dat analoog verdwijnt en dat digitaal ervoor in de plaats komt. Digitale televisie is dus de toekomst. Maar is het schrappen van CNN dan geen stunt van Ziggo om meer mensen naar de digitale televisie te halen? Je zou kunnen zeggen dat het een stunt is, maar het is het absoluut niet. Het heeft alles te maken met de contracten die we hebben. We konden andere zenders gewoon op dit moment er niet uitkrijgen. Nu maar hopen dat de programmaraad adviseert om CNN weer terug te krijgen op de kabel. Tot die tijd kunt u alleen CNN kijken via de digitale televisie.